Ik ben Gabriel Komen en ik ben 23 jaar. En ik kom uit Ridderkerk. Ik ben vrijwilligerswerk gaan doen omdat ik dat eigenlijk al heel lang had willen doen. En destijds tijdens mijn studie had ik het veel te druk voor me te doen. En toen ik klaar was ben ik gaan kijken waar ik terecht kon en toen ben ik hier terecht gekomen. Ik ben in de week ben ik hier 2 keer per week ben ik bezig, op de woensdag en de vrijdag. En dan ben ik er altijd van 1 tot ongeveer 4, half 5. Als vrijwilliger hier bij AZZ ben ik vooral bezig dan met de theateractiviteit. Waar we dus samen met de cliënten een theatervoorstelling aan het maken zijn. Dus vanaf het bedenkproces tot het schrijfproces, tot het repeteren, uitvoeren en het maken van het decor. En daarnaast help ik ook gewoon met de basisdingen zoals afwassen, koken, winkelen en... ja, gewoon een beetje gezelligheid. Ja. Toen ik hier begon was het gewoon echt puur uit mijn enthousiasme van oh leuk, ik ga gewoon lekker gek doen en grapjes maken en een beetje een soort van de gezellige suikeroom van hè, bij mij mag er meer dan bij de daadwerkelijke verzorger. Maar ik heb zeker wel dingen geleerd, zeker soms hoe je mensen kan benaderen. Bijvoorbeeld, je hebt ook mensen die heel snel dingen vergeten. En dan zeggen ze van, goh, je kan misschien soms een beetje zo en zo antwoorden, waardoor je dat dan weer doorbreekt, dat die uit dat loopje bijvoorbeeld kan komen. Het leukste aan mijn vrijwilligerswerk bij AZVZ vind ik eigenlijk gewoon de respons die je krijgt van de cliënten. Ze zijn zo eerlijk en zo, je krijgt zoveel terug, weet je. Ik bedoel, je stopt er zelf natuurlijk heel veel energie en plezier in en ja, je krijgt gewoon terug waarmee je mee bezig bent. Het is gewoon goud voor mij.